Ja, daarom wil ik ook samen met hem dit, omdat ik ook super trots op hem ben, wat hij bereikt heeft in zijn leven. Ik zag hoe blij hij was en dat, daarvan kon ik genieten. Het is een onbeschrijfelijk mooi proces, een vader en een zoon. Sepper is een maatje van me, ik zie hem dagelijks. Ik heb het hele proces met hem besproken. En dat wat ik ervan meegekregen heb, is dat hij de stappen weet te maken als zoon zijnde. Om de connectie aan te gaan, een diepere connectie met zijn vader. Speciaal uit Amsterdam, want ik wil dit nou eens een keer meemaken. Dat hij met zijn vader, dat wist ik niets van. Dus dat vond ik fantastisch, ja. Iedereen was enthousiast en erg blij. Ja, ik ben natuurlijk trots. Ik ben ook dankbaar voor het team dat Sepper is steunen. Van alle kanten, dat is ook belangrijk. Perfectie bij hem is van hem. Werd afgekeken. Hij is echt van perfectie. Ja. Dat we binnenkwamen, zag ik zijn vader al staan. Denk, hey. En die zag je echt al glunderen. En, en vooral de aandacht die het ook krijgt. Terecht. Bijzonder dat ze dat zo samen hebben mogen doen. Om samen zo'n project op te pakken. Ja, ik heb zelf ook genoeg kinderen om trots op te zijn. En, de ene keer ben je wat minder trots, maar de andere keer toch al heel trots. En dat is leuk om kinderen te zien groeien in iets. Je probeert ze te sturen en hopen dat ze dat van je aannemen. Ja, ergens weet ik ook dat mijn band met mijn zoon daar een stukje inspiratie voor is geweest. Want in de gesprekken die wij vaak voeren, komt ook vaak naar voren mijn band met mijn zoon. Het bijzondere voor mij is dat ik een zoon heb waar we kunnen over en weer spiegelen, maar ik ook nog een vader heb. Ik sta daar precies middenin. Ik ben wat technisch, hij helemaal niet. Nee, wel eigenlijk qua sport en qua fanatisme. Dat zie je wel toe. Eigenschappen daarin. Zeker een tip meegeven dat jullie ook met je zoon of dochter iets samen gaat doen. Dat je dan terug kan kijken later van hey, dat herinnering, dat kan niemand van ons afnemen.